In de middeleeuwen zijn er vele honderden gebedenboeken geschreven en verlucht door kloosterlingen. De meeste van hen leefden in absolute anonimiteit. Slechts een enkeling maakte zich kenbaar. Kloosterlinge Margriet Blok was één van hen. Zij verluchtte dit fraaie gebedenboek. Achterin het gebedenboek schrijft zij: in het jaar 1469 is dit boek geschreven met de hand en voltooid omstreeks 10 augustus door zuster Margriet Blok, non in het klooster van Bethanië buiten Arnhem. Deze voor die tijd ongekend geëmancipeerde daad voorkomt dat deze Gelderse kloosterlinge in de absolute vergetelheid verdwijnt.